At the age of 6, a child who was already relatively small as an embryo is more likely to have higher blood pressure, fat percentage and cholesterol level. 20% van de kinderen in Rotterdam heeft geen veilig thuis. We buigen ons over de vraag hoe je als stad en als samenleving zo goed mogelijk kunt zorgen voor de toekomstige generaties. Dan zien we hier nu de rechterbalk. Die geeft aan wat rapporteren kinderen over problemen als hun vader een depressief verleden heeft. En dan zien we dat die kinderen eigenlijk net iets meer emotionele problemen rapporteren, maar vooral ook veel meer gedragsproblemen dan kinderen van een moeder die ooit een depressie heeft gehad. Als ik haar niet had leren kennen, had ik zelfmoord gepleegd. Het was zo erg dat ik in staat was om dat te doen. Op zich is zwanger zijn natuurlijk al best een uitdaging wat betreft je hormoonhuishouding die verandert, je buik die groeit waardoor je minder mobiel bent, alle zaken die je moet regelen voor jou en je kindje. Dat kan op zich al stressvol zijn, maar als je ook nog te maken hebt met bijvoorbeeld huiselijk geweld, met schulden kampt, een verslaving hebt of dreigt dakloos te raken, dan kan die stress heel snel opstapelen en direct zijn effect hebben op de baby. Children who are socio-economically challenged from an early age on are more affected by health issues in later life. We hebben bijvoorbeeld een moeder die zich aan heeft gemeld onlangs van Poolse afkomst, geen dak boven het hoofd, eigenlijk de weg niet zo heel goed weet binnen Nederland om zelf dingen te organiseren. Wel 2 kinderen al en zwanger. Een goed moment kwam Marieke ter oren dat 24% van de kinderen die in Rotterdam van basis naar middelbaar onderwijs gaan, laaggeletterd zijn. En met haar hart voor onderwijs dacht ze, dat kan toch niet mogelijk zijn. Daar wil ik wat voor doen. Elk kind hier kan zichzelf zijn. En is welkom. En samen werken we aan een mooie toekomst.